N-VA-senator Piet Bruin trok begin november naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Als verkiezingswaarnemer voor het OVSE keek hij er samen met een delegatie internationale afgevaardigden op toe of de verkiezingen van 7 november al dan niet eerlijk en vrij verliepen. En hoewel hij maar 3 volle dagen ter plaatse was, heeft het land naar eigen zeggen toch een diepe indruk op hem nagelaten. Ik ben in Istanbul als tussenstop op weg naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, om daar zondag de parlementsverkiezingen waar te nemen. Met andere woorden, het is de bedoeling dat wij met een hele groep internationale waarnemers gaan kijken of de verkiezingen daar fair en eerlijk verlopen. Ondertussen ben ik dus in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, en de vlucht is helaas wel met heel wat dure vertraging hier toegekomen. Maar uiteindelijk zijn we dan toch rond 11 uur in het hotel aangekomen. Vrijdag 5 november, late voormiddag, en ben ik even het parkje ingewandeld tegenover het hotel waar ik verblijf. Een gezellig parkje waar blijkbaar heel veel vrouwen met hun kinderen komen wandelen en spelen. Het valt me zelfs op dat ik de enige man ben hier in de buurt. Hopelijk overtreed ik hiermee geen goede gebruiken en gewoonten van de Azerbeidzjis, want dat is absoluut niet de bedoeling. Azerbeidzjan heeft heel lang op het kruispunt gelegen van westerse en oosterse culturen. Je merkt dat ook in de stad, in het culturele leven, ook nog in het politieke leven vind je daar elementen van terug. In 1918 verklaarde de staat zich voor het eerst onafhankelijk. Lang heeft dat echter niet geduurd. De Russen, de USSR, de voormalige USSR, heeft de staat ingelijfd en zo werd Azerbeidzjan een van de Sovjet-republieken. Dat duurde tot 1991, waarna Azerbeidzjan opnieuw onafhankelijk werd. In 1993, dus kort na de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan, werd president Aliyev verkozen door de bevolking en bleef gedurende 10 jaar de president. Hij gaf vervolgens eigenlijk de fakkel over aan zijn zoon Ilham, die nu al 10 jaar president van Azerbeidzjan is en die onlangs ook de grondwet heeft gewijzigd, waardoor een derde termijn van 5 jaar alvast theoretisch mogelijk is. Dit werd uiteraard niet gewaardeerd door de oppositie, die het nogal moeilijk heeft met het nepotisme zoals we het kennen in het Azerbeidzjan van vandaag. Terwijl ik dit sta te filmen, is er al 3 keer een soort bewakingsagent voorbijgekomen die teken heeft gedaan dat ik de officiële gebouwen, ik sta hier voor het Bureau voor Statistiek, maar dat ik de officiële gebouwen in Azerbeidzjan niet mag filmen. Het is nu vrijdagavond 11 uur. Ik ben net terug van de Belgische ambassade waar de ambassadeur ons had uitgenodigd. We hebben het gehad over het hele proces hier en de hele politieke situatie in Azerbeidzjan. En ik moet zeggen dat dit in aanvulling met wat ik ook de hele namiddag heb gehoord mij enkel maar laat beseffen dat de situatie nog veel complexer is. Je hebt aan de ene kant een overheid die er zo wat alles voor over heeft om een grote schijn van democratie, van transparantie overeind te houden. Maar achter die façade zit heel veel ongelijkheid, heel grote beperkingen op de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting. Er zijn jonge bloggers die al meer dan een jaar in de gevangenis zitten. Er zijn journalisten die opgepakt worden. Het wordt de facto onmogelijk gemaakt om campagne te voeren. Zo is bijvoorbeeld de duur van een campagne ingeperkt tot 23 dagen. Een heel groot probleem dat er ook bestaat is dat kandidaten die willen opkomen in een kieskring geregistreerd moeten geraken. Ik ben nu ook meer dan ooit nog overtuigd van het belang van dergelijke waarnemingsmissies. Die zijn in het proces van democratisering een element. We moeten ook niet overdrijven, ze zijn niet zaligmakend. Maar ze zijn wel degelijk een element in een proces richting meer en zeker meer transparante democratie. En alleen al daarom vind ik het zeer zinvol om hier aanwezig te zijn. Ondertussen is het zaterdagmiddag 6 november... bijna 2 uur. Ik heb ook definitief te horen gekregen dat ik morgen naar Shamakhi mag, de streek van Shamakhi. Shamakhi blijkt een 200 kilometer, een 2 uur rijden moet ik zeggen, 2 uur rijden van Baku te zijn. Ik ben met een Canadees Peter ingedeeld in een ploegje dat daar een aantal verkiezingsposten gaat, een aantal stembureaus gaat bekijken en gaat zien of alles daar volgens de regels van de kunst verloopt.
We hebben als basisinformatie al meegekregen dat er de voorbije weken sprake is geweest van intimidatie in de regio, zowel van de mensen, de kandidaten, de mensen op de lijst, als van kiezers. Dus mogelijk gaan we daar morgen ook iets van merken, maar dat zien we dan wel weer. Zaterdag 3:00 in de namiddag ben even de stad ingetrokken, het stadscentrum. Ben nu heel dicht bij de oude middeleeuwse stad, daar ga ik zo meteen even op bezoek. Wat er nu toe opvalt is dat het stadscentrum eigenlijk heel modern oogt. Zowel wat betreft inrichting als winkels, als kledij waarin de mensen rondlopen. Azerbeidzjan telt 8,2 miljoen inwoners, waarvan het overgrote merendeel ook Azerbeidzjans van etnische oorsprong is. Er is verder een vrij behoorlijke minderheid aan Russen en er zijn ook heel wat Armeniërs. En wat enorm opvalt is dat voor een land dat toch 95% bestaat uit mensen die islamitisch zijn, dat de hoofddoek hier absoluut onzichtbaar is. Wellicht is dat morgen in meer afgelegen gebieden anders, maar hier in de hoofdstad Baku is de hoofddoek onbestaan. Het is nu zondagmorgen 7 november, 5:00 in de ochtend. Ik ben ondertussen klaar om te vertrekken. We hebben een heel eindje te rijden en het is de bedoeling dat we om 7:00 de opening van een eerste stemlokaal bijwonen om te zien of alles in orde is. Daarna gaan we gedurende heel de dag naar stembureaus en kijken of de stemverrichtingen correct verlopen. Het is nu zondag 7:30. We zijn in ons eerste kiesstation en we zijn aan het onderhandelen over de faciliteiten die we krijgen om te kunnen waarnemen of de safe nog gezegeld is op het ogenblik dat de stembrieven eruit gehaald worden. Welke plaatsen we toegang krijgen of welke plaatsen niet. En het gaat allemaal gepaard met een beetje zenuwachtigheid van de officials hier ter plaatse. Maar mijn Canadese collega heeft wat meer ervaring en is alles netjes aan het regelen voor ons. We zijn ondertussen een paar uur bezig, zijn ons vijfde stembureau aan het controleren. Tot nu toe moet ik zeggen dat de organisatie eigenlijk vrij vlot verloopt. Alle materialen zijn aanwezig, de procedures zijn gekend. Er is geen sprake van lange wachtrijen, van intimidatie, van campagnemateriaal aanwezig in het stembureaus. Dat zit dus allemaal wel goed. En misschien nog wel het belangrijkste van al, verkiezingssucces hangt niet alleen af van de organisatie van de verkiezingsdag, maar vooral ook van het hele proces dat daaraan vooraf gaat. En dat hebben we de voorbije dagen toch wel gemerkt dat daar heel wat ruimte voor verbetering is. Bijna 7:00 betekent dat we ongeveer 12:00 onderweg zijn geweest om overal stembureaus te controleren. We zijn nu toegekomen aan ons laatste stembureau waar we de verrichtingen nog zullen controleren. En nadien, hetgeen nog wel belangrijker is, ook het tellen van de stemmen, het officieel openen van de stembussen, het hele protocol dat opgemaakt moet worden, dat hele proces zullen we samen met de lokale waarnemers in dit laatste stembureau nog allemaal optekenen. Daarna rijden we terug naar Baku, de hoofdstad, waar we dus wellicht ongeveer rond middernacht, schatten we zo, zullen aankomen, nadat we daar vanmorgen om 4:45 vertrokken zijn. Een vermoeiende dag, maar voor mij in elk geval ook een ongelooflijk boeiende dag. Zeker de inspanning meer dan waard. Het is 1:00, we zijn nu terug van onze dag waarnemen in verschillende stembureaus. En morgen is dan nog de debriefing waar de OVSE een eerste round-up zal maken van de resultaten die zijn binnengekomen. We hebben onze formulieren die we hebben ingevuld netjes afgeleverd, die worden nu vannacht verwerkt, zodat we morgen in de voormiddag een eerste debriefing kunnen hebben. Er is dan morgen in de namiddag nog een persconferentie voor de internationale pers, maar daar zal ik helaas niet bij kunnen zijn omdat ik dan alweer op het vliegtuig naar Istanbul en vervolgens naar Brussel zit. En nu is het echt tijd om in bed te kruipen. Thank you.